Goedemorgen allemaal. De vakantie is begonnen, ook hier in regio Noord. En we dachten van, we hebben natuurlijk wel een kerk met een toplocatie aan de Zaan. Dus ook voor de mensen thuis die altijd alleen maar de binnenkant zien. Dit is toch echt een kerk aan het water. Het is een beetje bewolkt, maar dat maakt voor ons niet uit. We willen met elkaar de Heer gaan loven en prijzen in deze dienst. En zo kom ik binnen. Ook welkom aan jullie allemaal. Het is te zien dat de vakantie is. Er zijn al wat lege plekken. In ieder geval, vakantie is altijd een tijd om naar uit te kijken. Dingen gaan altijd anders. Maar één ding realiseerde ik me vanmorgen. De kerk die gaat niet op vakantie. En dat is omdat God nooit op vakantie gaat. God is er altijd en overal. De kerk gaat nooit op vakantie, maar wel in de vakantieperiode zijn dingen dan net even wat anders. Omdat mensen dan wel op vakantie gaan. Maar het drukt ook uit, de kerk is niet afhankelijk van mensen. Dus als mensen er niet zijn, dan vullen andere mensen de gaatjes weer op. Wilma preekt vanmorgen in Rotterdam. Ik stap even in. Giel die preekt. En zo hebben we met elkaar deze dienst om de Heer te loven en te prijzen. Het eerste lied dat we met elkaar gaan zingen is gebaseerd op Psalm 95. En ook al komt dat in het lied er niet uit, maar het is een oproep aan ons allemaal om de Heer te loven. Een oproep. Kom, laat ons juichen voor de Heer. En in die psalmen, die lofprijzingspsalmen, wordt er altijd een waarom gegeven. En in de vertalingen staat er dan want. Mijn vraag aan jullie vanmorgen is, wat zou voor jullie een reden zijn om vanmorgen de Heer te loven? Zodat je niet zomaar weer liederen gaat zingen en zegt van oké, we zingen weer liederen. Maar waarom? Wat is jullie reden om vanmorgen de stem te verheffen en de Heer te loven? Die Psalm 95 zegt, de Heer is machtig. Hij houdt de diepte van de aarde in zijn hand. Heeft de toppen van de bergen geschapen, hoog en laag. Heeft land en zee geschapen. Eigenlijk een soort vakantiepsalm waar je ook naartoe gaat. De lucht in, de toppen van de bergen, aan het strand, op het land. Overal is de Heer als schepper aanwezig. Maar die psalm gaat verder. En die zegt, ga dan binnen en kniel voor de Heer. Want Hij is onze God. En wij als zijn schepselen zijn zijn kudde. En de derde oproep is, en luister naar zijn woord. En dat willen we vanmorgen met elkaar gaan doen. Zingen, loven, bidden en luisteren. Zullen we met elkaar staan om de Heere zegen te vragen? Hey, onze Vader, we danken U dat wij hier bij elkaar zijn om U te loven, te prijzen in onze liederen, te luisteren naar Uw woord en onze woorden in onze gebeden te richten tot U. En als we dit samen met elkaar doen, bid ik U dat U ons wilt zegenen, zodat we opgebouwd worden. En zo bidden we ook voor een zegen voor de mensen die met ons meekijken. Misschien wel mensen vanaf hun vakantieplek. Mogen ook zij bemoedigd en opgebouwd worden. En zich verbonden weten met ons. Zegen ons zo in Jezus' naam. Amen. Zo geweldig.
zoveel waard, dat hij zijn eigen zoon zelfs niet heeft gespaard. Des te meer verhoort en voorziet hij ons, die bidden in zijn naam, die bidden in zijn naam, die bidden in zijn naam, die bidden in zijn naam. We zijn bij elkaar. Amen.
bent onze vader. Want u bent onze vader, heel de schepping buigt voor u. Heel de schepping buigt voor u. Amen. Mededelingen. Ik heb ze allemaal keurig op een blaadje gekregen van Wilma. Zo van, dit moet je tegen ze zeggen. De eerste is voor de kinderen. Vakantie. Ja, dat betekent geen zonneschool. Ah. Maar, dat betekent dat jullie in de dienst moeten blijven. Wij kijken jullie drieën nu steeds even aan, maar er zijn er wel meer. Maar dan is er een luistervink met allemaal vragen. Welke kleur hebben de bloemen op het podium bijvoorbeeld? Nou, de bloemen, die zijn daar, dus dat kan je zo even. Nou, nog andere vragen? Ook wat je van de preek vond en zo. Nou, mogen jullie straks bij de collecte even pakken met een pen erbij. Plaatje mag je houden, pen even terugleveren, terugbrengen. Zodat we volgende week weer voldoende pennen hebben. Voor de kinderen van groep 1 tot en met 4, die mogen straks wel gewoon naar, niet de zonneschool, maar naar de oppas of hoe dat ook verder heet, in de jeugdzaal. Dus groep 1 tot en met 4. Dan voor niet de kinderen, maar voor de kinderen, een andere mededeling. Voor het nieuwe seizoen. Vorige week, toen we de kinderen hebben opgedragen, hebben jullie allemaal heel keurig ja gezegd. Ja, en nou kom ik op dat ja-woord terug. Ja, dat wist ik toen niet hoor. Maar Tini vertelde dat er voor het volgende seizoen nog zonderschoolleiding wordt gezocht. Mensen doen het een aantal jaren, zeggen van nou dan even niet. En dan moeten anderen het dus overnemen. Dus,
En denk dan niet meteen aan mensen die in het onderwijs zitten of onderwijservaring hebben. Waarom zou een opa en een oma ook geen zonderschool aan de kleinkinderen kunnen geven? Nou, zomaar een gedachte. Neem dat mee, bid daarvoor en vooral belangrijk, als je voelt van ja, dit moet ik gaan doen, dit is wat de Heer van me vraagt, meld het dan even bij Tini. In de nieuwsbrief komt het e-mailadres wel te staan. Veel van onze tieners die missen we en ook van de leiding, want gisteren is het zomerkamp begonnen. En laten we ook die tieners en de leiding in ons gebed gedenken in deze week. En volgende week zondag zullen ze vast wel iets gaan vertellen. Nog een oproep, ook weer voor het nieuwe seizoen per 1 september. Er waren 2 beameristen nodig. Eentje heeft zich gemeld. We zoeken dus nog een beamerist. Dus wie interesse heeft, graag even melden bij Marijn Jaspers. Graag voor 12 augustus. Dan heb je nog een paar weken inwerktijd, want in 1 september dan gaat het beginnen. Ten slotte, halte 20. Ik kijk nog even naar de kaartjes. Ik heb er zelf ook nog één genomen. Ik dacht, ik wil toch wel ergens goed kunnen zitten. Dus een deel van de hoekbank, die is voor mij. Dat is mijn plekje, daar ga ik zitten. Giel zei van, nou, we kunnen ook nog wel een plaatje erop doen. Gedoneerd door Antoni met andere zijn stik. Gaan we niet doen. Maar er zijn nog een paar kaartjes over. Mogelijkheden om te helpen. En ik heb gisteren, ik heb er nog niet gekeken, maar ik zag gisteren wel een fotootje van het laatste schilderwerk. Dat is nu af. En ik moet zeggen, het wordt een hele coole, mooie plek. Dus ik ga even koekeloeren. Kan ook van buiten door het raam of even, ik weet niet of de deur dicht is. Maar het wordt een hele mooie plek. Ook daar gaan we per 1 september mee beginnen. Dan wil ik vragen de collectanten naar voren te komen om jullie gaven in ontvangst te nemen. En dan na de collecte mogen de kinderen van groep 1 tot en met 4 naar de jeugdzaal zolder. Of jullie mogen ook je luistervink komen halen.
verlang naar zijn woord. Ik zie uit naar de Heer, ik zie uit naar de Heer. Mijn ziel ziet uit naar hem en verlang naar zijn woord. Wij verwachten vol verlangen de Heer. Hij is onze hulp en ons heil. Ja, om hem is ons hart verblijd. Op zijn heilige naam vertrouwen wij. Ik zie uit naar de Heer. Ik zie uit naar de Heer. Mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord. Mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord. Wij verwachten vol verlangen de Heer. Hij is onze hulp en ons heil. Ja, om hem is ons hart verblijd. Op zijn heilige naam vertrouwen. Goedemorgen allemaal. Ik weet nog een situatie in mijn leven dat ik me ernstig zorgen maakte. En dat had te maken met mensen die mij heel dierbaar waren. En waarvan ik dacht, Heer, wat moet ik nou? Ik zie iets gebeuren. Ik voel me onrustig over de situatie, maar eigenlijk kan ik daar niks mee. En toen weet ik nog dat ik met Antoni die situatie besprak. En ik vertelde mijn hele verhaal en ik voel dan nogal veel. En Antoni zegt, oké, luisterde. En toen zei Antoni tegen mij, toen ik hem vroeg, wat moet ik daar nou mee? Toen zei hij, Giel, je moet het loslaten. En toen zei ik, ja, dat is makkelijk praten. Want als je ergens echt mee zit, hoe dan? En zei hij, Giel, je moet het loslaten. En je mag erop vertrouwen dat God het weet.
En toen pas drong bij mij door dat ik dacht, en dat is het. Want als we bezorgd zijn, dan blijkbaar is het zo dat er ergens iets is waarin we het toch moeilijk vinden om op de Heer te vertrouwen. En ik weet nog dat toen ik opeens dat het soort aha-moment was, dat ik toen brak. Dat ik begon te huilen en toen hebben we samen gebeden. En toen was het eigenlijk een soort van gebed van overgave. Van, wat heerlijk eigenlijk. Wat heerlijk dat je gewoon dus dingen bij God mag brengen. En mag weten dat God voor je zorgt. Nou, daar gaan we het over hebben vanmorgen met elkaar. En om dat te doen wil ik graag met jullie lezen uit Matthäus. Matthäus 6. En dan vanaf vers 25 gaan we lezen. En daar zegt Jezus, daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven. Wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam waarmede gij het zult kleden. Want is het leven niet meer dan het voedsel? En het lichaam meer dan de kleding? Kijk dan om je heen, ziet naar de vogelen des hemels. Zij zaaien niet en maaien niet. En brengen niet bijeen in schuren. En toch voedt uw hemelse Vader die. En gaat gij ze als mensen niet verre te boven. Wie van u kan dan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de leliën in het veld, hoe zij groeien. Zij arbeiden niet en zij spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. Indien u God het gras des velds dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden? Kleingelovige. Maakt u dan niet bezorgd, zeggende, wat zullen we eten, of wat zullen we drinken, of waarmee zullen we ons dan kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet dat gij dit alles behoeft. Maar zoekt eerst zijn koninkrijk. En zoekt eerst zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen. Want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. We bevinden ons hier in de bergrede. En de bergrede is, kunt u lezen, Matthäus 5 tot en met 7, is eigenlijk een hele lange preek, misschien mag ik het zo niet eens noemen, van Jezus, waarin hij onderwijs geeft over zijn koninkrijk. En daarin gaat hij ons de principes uitleggen van dat koninkrijk. En in dit stukje gaat het dan over bezorgdheid. En 3 keer horen we dan dat Jezus zegt, maak je niet bezorgd. Maak u niet bezorgd. En dat werkt hij dan vervolgens uit met 2 voorbeelden. En de eerste is over de vogels. Dat hij zegt, kijk dan naar de vogels, kijk om je heen. God zorgt voor ze. Ze hebben het niet tekort. Als God zelfs voor hen zorgt, hoeveel te meer voor u. En kijk dan naar de bloemen. Hoe mooi ze zijn. Ze hoeven er niets voor te doen. Als God zelfs voor die bloemen zorgt, hoeveel te meer dan voor u en voor mij. En dan uiteindelijk komt hij bij de essentie van eigenlijk heel hoofdstuk 6, wat u een keer zou moeten lezen. En dan zegt hij, zoek nou eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al het andere zal u gegeven worden. Al het andere zal u gegeven worden. Ik ben benieuwd, eerlijk. Wie maakt zich wel eens zorgen? Handen.
En proberen eens te bedenken, wat was nou het laatste waar u zich zorgen over heeft gemaakt? Probeer even voor jezelf te bedenken. Het interessante is namelijk dat als we kijken naar bezorgdheid, dus je ergens zorgen over maken, is eigenlijk in de kern van de zaak, en niet meteen zeggen ja maar hè, in je gedachten, maar in wezen is het zo dat Jezus hier zegt, als je je zorgen maakt en als het je leven regeert, en dat kan zijn voor een uur op de dag, of het kan ook zijn voor een hele lange periode. Er zijn mensen die zich hun hele leven lang zorgen maken. Maar als dat zo is, dan is het eigenlijk zo dat we weinig of geen vertrouwen hebben in wie God is. En dat is best hard. Maar we gaan verder kijken, ja? Want eigenlijk, wat is nou de reden? Waarom maak je je nou eigenlijk zorgen? Wat maakt nou dat je denkt, hoe moet dat nou? Dat komt omdat het in wezen te maken heeft met het feit dat je de controle verliest. Er gebeurt iets in je leven, en het kunnen kleine dingen zijn en hele grote dingen, waar jij geen controle over hebt. Waar jij op de een of andere manier geen invloed op kan uitoefenen. Misschien indirect een beetje, maar direct niet. En als mens vinden we dat eigenlijk wel een beetje vervelend. En als je het verder doortrekt, dan is het zelfs zo dat het eigenlijk wel ons vaak angstig maakt. Het geeft een bepaalde angst dat we denken, ik vind het eigenlijk heel vervelend en hoe moet dat dan? En dat je bijna angstig wordt voor datgene wat komen gaat. En wat er dan gaat gebeuren vaak is dat we allerlei dingen kunnen gaan bedenken. Ja, maar stel nou dat en oh jee en... Dat is wat angst met ons doet. Nou, wat we dan in de praktijk vaak doen als mensen is dat we dat gaan compenseren, wat er daar gebeurt. Er gaan allerlei compensatiemechanismen werken. Dus er zijn mensen die gaan allerlei muren optrekken. En die gaan allemaal dingen doen om er maar voor te zorgen dat we zoveel mogelijk ons niet zorgen hoeven te maken. En dat is niet alleen zo in ons eigen leven, maar het is ook gewoon in de maatschappij waarin we leven. Kijk maar om je heen. Hoeveel dingen zijn er wel niet in onze maatschappij die ervoor zouden moeten zorgen, of toe moeten leiden, dat we ons geen zorgen maken? Gordels. Er zijn allerlei voorzorgsmaatregelen die we treffen in deze maatschappij om er maar voor te zorgen dat we geen zorgen hebben en dat het ons goed gaat. Dat we ons niet druk hoeven te maken. Ik heb daar een leuk voorbeeld van, want dat vond ik altijd heel treffend wat er gebeurde. Zoals jullie weten werk ik op de intensive care in het ziekenhuis. En wat vaak zo is, is als patiënten op de intensive care komen, dat ze zo ziek zijn dat we ze uiteindelijk in slaap moeten brengen en dat ze een beademingsbuisje krijgen omdat ze niet goed meer kunnen ademen en zijn ze dus niet aanspreekbaar. Weinig of geen contact. En er komt familie bij zo iemand en familie komt dan bij het bed staan en die kijkt dan naar diegene en die denkt, oké, wat heftig. En er gebeurt natuurlijk van alles, hè, want die dierbare is dan doodziek, meestal. En wat er dan gebeurt is heel interessant. En dat is echt waar. Wat mensen dan doen, is dat ze op zoek gaan naar iets waar ze zich aan vast kunnen houden. Dus wat zeggen ze dan bijvoorbeeld? Dan sta ik erbij en dan geef ik uitleg over wat er aan de hand is. En dan zeggen ze vaak, ja, gelukkig is de bloeddruk nog wel goed. Want dat zijn toch die rode getalletjes daar op de monitor. Terwijl ze zich bijvoorbeeld helemaal niet realiseren dat dat komt omdat wij heel veel medicijnen geven die er uiteindelijk voor zorgen dat die bloeddruk zo is. En dat het zelfs vaak zo is dat als we die medicijnen stoppen, dat iemand komt te overlijden. Er zijn dus allerlei dingen die we soort van vast proberen te grijpen en zeggen, oh ja, oh kijk, hij knijpt toch wel een beetje in mijn hand, bijvoorbeeld. Of oh ja, oh, er zijn nu in plaats van 10 pompjes, zijn er nu 5 pompjes. En allerlei dingen die we proberen te doen om ons aan vast te klampen. We willen zekerheid. Want we vinden het moeilijk om dingen los te laten. En daar ontstaat dus het probleem. Of eigenlijk wil ik zeggen, niet een probleem. Maar er ontstaat een uitdaging in ons leven.
En de uitdaging is dit. Als mens hebben we van nature, en ik denk dat dat komt door de zonde, hebben we de behoefte om controle uit te oefenen. Terwijl de Bijbel ons zegt dat op het moment dat wij God leren kennen, wij ons leven overgeven aan Hem. En eigenlijk zeggen met Paulus, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Twee dingen. De mens en God. Oftewel, het doel is niet ik leid God, maar God leidt mij. Niet meer ik regeer in dit leven, maar God regeert in mijn leven. En u zou zeggen, ja, amen, dat is waar. Ik heb een voorbeeld voor u. Weer van de intensive care. Ik kom een familie tegen die is christen. En de echtgenoot van die mevrouw ligt heel ziek. En is uiteindelijk ook overleden bij mij op de afdeling. Ligt heel ziek in dat bed. En die mevrouw komt naar mij toe, want zij wist dat ik christen was. En wat zegt ze? Michiel, het gaat helemaal goed komen. Ik weet het zeker. God gaat mijn man genezen. Dat gaat hij doen. Dat weet ik 100% zeker. En het is niet gebeurd. Ook als christenen is het zo dat we de neiging hebben om zelfs God te willen leiden in ons leven. Want eigenlijk is het dan ten diepste niet, Heer, ik geef het over aan u, maar zeggen we nee, ik wil dat mijn naaste blijft leven. Dus Heer, u moet het even fixen voor mij. Even heel zwart-wit gezegd. Maar natuurlijk wilde die mevrouw dat haar man bleef leven. Niet ik leid God, maar God leidt mij. Het is dus eigenlijk de maatschappij waarin we leven versus het koninkrijk van God waar Jezus het over heeft. En dat is de uitdaging. En wat je dus vaak ziet, en dat is ook wat ik zelf vaak beleef, is dat dus eigenlijk ten diepste van de zorgen die we hebben in ons dagelijks leven, er een angst zit bij ons. Is het werkelijk zo dat als ik zeg, Heer, hier heeft u het, dat we dan zeker mogen weten dat God voor ons zal zorgen? Want dat is ten diepste de angst die we vaak ervaren. Is het echt zo dat toen ik me zorgen maakte over mijn naaste, dat was de diepe vraag die ik had. Is het echt zo dat als ik het dan loslaat en zeg, Heer, hier heeft u het, dat God dan gaat zorgen? En ik kan ervan getuigen, God zorgt. God zorgt echt. God wil ons leiden en bij de hand nemen. Wees niet bezorgd, zei Jezus. Maak je niet druk. Nee. En nu denk je misschien, ja maar hoe dan? Want eigenlijk is het zo dus dat op het moment dat dus die zorg jou in beslag neemt of gaat regeren in jouw leven, dat het ongeloof is. Hoe zit het dan? Is het dan een soort knop of is het, hoe moet ik daarmee omgaan? Want we maken ons wel eens zorgen, toch? Ik zag allerlei handen omhoog gaan. Hoe dan? Nou, de troost die we in ieder geval mogen hebben uit de Bijbel, is dat de Bijbel heel goed begrijpt dat we die hebben. Want anders had Jezus het hier niet over gehad. Jezus erkent dat we zorgen hebben. En Jezus niet alleen, ook Paulus doet dat. Paulus erkent dat wij zorgen hebben. Hij praat daar regelmatig over in al zijn brieven die hij schrijft aan de gemeente. Dus het is niet, oh
hopeloos als je je ernstig zorgen maakt om dingen. Maar er is nog steeds wel een antwoord vanuit de Bijbel en vanuit Jezus die dat tot ons spreekt voor ons leven. En in de zorg die wij kennen, in de situatie die wij kennen. En dat is deze. Als wij werkelijk gaan zien wie Jezus is, en als wij werkelijk gaan zien wie God is, gaan we ons steeds meer en meer en meer realiseren dat het geen zin heeft om controle uit te oefenen. Dat we niet hoeven toe te geven aan de diepe angst die eigenlijk diep van binnen bij ons zit. Omdat we weten dat we een Vader hebben in de hemel die er voor ons is. U zou in hoofdstuk 6 moeten lezen van die bergreden. Want Jezus, dit is het einde van wat we net hebben gelezen. Maar in heel hoofdstuk 6 is wat Jezus daar doet, is dat hij continu een voorbeeld geeft van mensen die bezig zijn met hun eigen eer. Mensen die bezig zijn met hoe goed ze wel niet zijn. Om maar te laten zien aan de mensen dat ze vasten. Om maar te laten zien aan de mensen dat ze inderdaad hun geld geven. Kijk eens hoe goed ik ben. En iedere keer wat Jezus doet, is dat hij daar tegenover zet wie God de Vader is. En dat als je gaat leven naar de principes van zijn koninkrijk, dat je ook mag gaan zien hoe God voor je zal zorgen en zal zijn als een hemelse vader. En niet als een natuurlijke vader die misschien steken laat vallen. Nee, maar probeer je te bedenken, God is God. God is een perfecte vader. Als hij liefde is, dan is hij werkelijk liefde. Als hij geduldig is, dan is hij ook echt geduldig. Zo is God. Dus we moeten, als we willen, gaan zien dat God in ons leven zorgt. Dan zullen we onze systemen die we hebben gebouwd los moeten laten. Overgeven. Misschien nog een jamaar die in je gedachten komen. Ja, en dan? Maar dan heb ik een tegenvraag voor u. Als je nou heel eerlijk kijkt naar je eigen leven, wat is nou het resultaat van het systeem dat we zelf gebouwd hebben? Helpt het zorgen maken? Lost het het probleem op? Zorgt het ervoor dat we daardoor uiteindelijk ons geen zorgen meer gaan maken? Nee, over het algemeen is het zo dat zorgen er juist voor die maken dat het heel veel energie kost. Terwijl het uiteindelijk vaak helemaal niets doet aan het werkelijke probleem. Ik zal u vertellen. Uit statistiek blijkt, 40% van de zorgen die we hebben gaat over dingen die eigenlijk nooit zullen gaan gebeuren. 30% van de zorgen die we hebben gaat over dingen die in het verleden gebeurd zijn. Dus waar we geen invloed meer op uit kunnen oefenen. 12% gaat over de daden of over het gedrag van andere mensen. 10% van onze zorgen gaat over onze gezondheid. Zal het wel goed gaan? Word ik ooit ziek? Stel nou dat ik ziek word. 10%. En 8% van alle zorgen die we hebben gaat daadwerkelijk over iets wat ons overkomt. Dus waar we direct mee te maken hebben. Al 92% van de zorgen die we hebben, gemiddeld genomen, gaat over dingen waar we niets meer mee kunnen. En toch maken we ons druk. Ja, maar misschien zeg je wel, Giel, jij hebt makkelijk praten. Want mijn situatie is zo ingewikkeld. Je moest eens weten. Je hebt goede opvoeding gehad. Kind van de kerk. Geen hele grote rugzak. Wel een beetje hoor. Gaan we nu het over hebben. Maar veel kleiner dan die van mij. Ja?
Dan ga je iets te snel. We gaan met elkaar een stukje lezen. Uit Filippenzen. Paulus. Voor mensen die mee willen lezen, Filippenzen 4, vers 11 tot 12. Luister goed naar wat Paulus zegt. Want ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd worden als in honger lijden. Zowel in overvloed als in gebrek. Maar ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Weet u wanneer Paulus dit schreef? Toen hij in een Romeinse gevangenis zat en uiteindelijk zat te wachten dat hij te horen kreeg dat hij de doodstraf zou krijgen. Zou je dat verwachten van iemand die zo zit, dat hij uiteindelijk dan deze dingen beschrijft? Dus het kan. Het kan dat als wij in een ontzettend moeilijke situatie terechtkomen, iets waarvan jij zegt, of u zegt, ja, maar dit is veel te complex en veel te groot, dan nog kan het zo zijn dat God je in de situatie wil laten zien wie hij is. En dat je het over kan geven aan hem. Want hij weet wat we nodig hebben, zegt Jezus. Ik heb het er nu niet over dat, want dat zien we vaak gebeuren in de praktijk, dat we vluchten van de situatie. We doen net, hè, alsof het er niet is. Ja, God gaat het toch wel regelen. Ik denk niet dat dat een gezonde manier is van hoe we ermee om moeten gaan. En ook niet datgene is waarin God ons iets wil leren. Weet u wat werkelijk helpt? Is dat we de situatie leren omarmen, zoals Paulus dat ook zegt. Ik heb geleerd om met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. En weet je wat er dan wordt? Dan is het dat we leren zeggen, Heere, ondanks de situatie waarin ik me bevind, mag ik weten dat u er voor mij bent. Ondanks, want dat is uiteindelijk hoe het bij Christus ging, ondanks dat ik zelfs aan een kruis hang en deze nare dingen mij overkomen, mag ik weten dat de Vader mij ziet. Dus dan is het niet zo dat de situatie per definitie verandert, maar wel zo dat ons hart en onze houding verandert in de situatie waarin we terechtkomen. Ja, maar ik bid al zo lang voor een zorg die ik op mijn hart heb. Hoe dan? Wat ik eerder al zei, en ik denk dat dat heel vaak zo is in ons leven, is dat de focus die we hebben vaak is op de dingen om ons heen. Misschien is het wel zo, en dat is hoe ik het heb ervaren, dat onze focus verlegd moet worden van de dingen die ons gebeuren naar onze hemelse Vader in de hemel. Ons niet meer richten, ook niet in ons gebed, op de zorg die we hebben. Maar ons richten op God. En zeggen, Vader, hier ben ik. U weet het. Open armen. Open handen. En zeggen, Heere, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En weet je wat er dan gebeurt? Dan krijg je vrijheid. Dan kan het zomaar zijn dat banden opeens worden verbroken. Banden waar je zo lang aan vast hebt gezeten. Dat je denkt, hé, ik ben vrij. Ik hoef me daar geen zorgen meer om te maken. Want ik weet dat het in de handen is van mijn hemelse Vader. Want Hij zorgt voor mij. Amen. Amen. We gaan een lied met elkaar zingen.
En ik wil u uitnodigen. Na dit lied gaan we met elkaar bidden. En tijdens het open altaar is het toch goed om u iets te realiseren. Diezelfde Paulus zegt in de brief aan de Filippenzen, waar ik net een stukje uit heb gelezen, zegt hij dit. Weest in geen ding bezorgd. Maar laat er bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En wat is dan het resultaat of de belofte die we ontvangen? En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Op het moment dat we naar God gaan en zeggen, Vader, hier ben ik, neem het van mij, dan is het zo dat de Bijbel zegt dat als wij leren loslaten, dat de shalom van God in ons leven komt en wij een vrede gaan kennen die ons eigen denken te boven gaat. Dus we kunnen van alles voelen, van alles denken, maar daarboven is een vrede, een shalom van God. En ik wil u uitnodigen. Als je een bepaalde zorg in je leven hebt, kom dan. Kniel dan. Kom bij God en maak het hem bekend. Dankbaar bent of met andere dingen, maar ook als je een zorg in je hart hebt, kom dan. Gaan we bidden. Mm-hmm.
onze Vader, hier zijn we. Wat kan het soms zo'n worsteling zijn, Heer? Hoe dan? Wat dan? Wat moet ik doen? Vader, hier zijn we. Heer, neem het van ons. En laten we ook de volgende momenten van stilgebed gebruiken om al die dingen, ons systeem, alle dingen, om die aan God bekend te maken. Dank u wel, Heer. Dank u wel dat u zo'n goede God bent. U bent geen vader, zoals uw zoon ons vertelt, die als wij u om een brood vragen, dat u ons een steen gaat geven. Nee. U zorgt voor ons. Ons leven is in uw hand. En we mogen uw kinderen zijn. Geprezen zij uw naam. Heer, we danken u echt voor wie u bent. Wat bent u een goede God. Wat bent u een goede Vader. Ik wil ook zo specifiek bidden, Vader, voor mensen die hier dan zitten, of misschien mensen in de zaal, of misschien mensen thuis. Die zich zo vaak zo gebonden weten aan de zorg in hun leven. Aan de situaties in hun leven, dan bid ik echt, Vader, dat u bevrijding geeft. Dat u op dit moment, Vader, ingrijpt in hun levens. En dat mensen die diepe vrede mogen gaan ervaren. Maar Heren, dat niet alleen. Ik wil ook specifiek bidden voor die mensen die zich soms zo alleen voelen in hun eigen zorg. Heren, helpt u ons als gemeente om elkaar te zegenen. Om er voor elkaar te zijn. Ik bid dat u mensen gaat geven aan al die anderen die zich soms zo alleen voelen in hun situatie. Heren, dat u zal voorzien. Dat er altijd een luisterend oor beschikbaar is. Iemand die ons helpt om, dat we niet alleen, maar dat we samen naar uw troon mogen gaan. En opnieuw mogen focussen op wie u bent. Ik wil ook vanaf deze plek bidden voor de DNI-kamp. Ik dank u zo dat, en zo zou het moeten zijn, ook met de gemeente. Heren, DNI-kamp, helemaal vol met tieners. Zoveel dat er een tekort aan leiding was. Oh Heer, laat het zo zijn met de gemeente van vandaag. Dat we zoveel mensen krijgen, dat we niet meer weten hoe we ze onderwijs moeten geven. Heer, we bidden voor het kamp dat u hen daar zegent. Dat uw woord uit mag gaan over de velden, door de kamers. En dat uw geest zal waaien. Dat harten van tieners en van jongeren veranderd mogen worden. Dat mensen een nieuw zicht krijgen en jongeren een nieuw zicht krijgen op wie u bent. Dat mensen opnieuw geboren mogen worden. Mensen bemoedigd mogen worden en met nieuwe hoop naar huis gaan. O Vader, spreek uw woord daar. Neemt u alles daar in uw hand en wees met hen. In Jezus' naam bidden we dat zo. Amen. Thank you.
stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds, Hij is erbij in je beproevingen en zorgen. Troost mij dan, liefde.
vol en moedigt mij weer aan. Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed. Uw woord is onderweg, als een I believe in. Now
can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. God is goed. Amen. Dus maak u ook niet bezorgd. Amen. Oké. Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. Dus de genade van de Heer Jezus Christus zij met uw geest en de liefde van God de Vader. En de gemeenschap van en door de Heilige Geest. Amen. Thank you.
hij spoedig op een nieuwe tijd, waarin de schepping juichen zal. Ik weet hij leeft, Jezus leeft vandaag, en regeert in heerlijkheid. Ik weet hij leeft, wij zullen het zien. Zondag en een goede week gewenst. Tot volgende week. Ik weet hij leeft. Amen.